Valentijn V aan de buitenzijde. We zijn 400 meter verwijderd van de finish. En het is Aurel Derebus die leidt. Aurel Derebus, 13 jaar oud hier. De ouderdomsdeken van het gezelschap. Valentijn V, die gaat proberen de aanval te openen. Nu komt het daglicht voor. Rob van Toor en Bizar Zandbergen. Die sprint naar voren. Neemt de leiding over. Bizar Zandbergen. Aurel Derebus moet lossen. Valentijn V, dichterbij aan de buitenzijde. Komt Coman Scott naar voren. Helemaal aan de buitenzijde. Brazil Elegance. Het is Coman Scott die de leiding overneemt in de schaduw van de finish. Coman Scott voor Bizar Zandbergen. En aan de buitenkant Brazil Elegance. Too close to call. De rechter heeft het laatste woord. Fred, de uitslag is officieel. Je mag de winnaar huldigen. Coman Scott ging rond in 1:24.5. Dankjewel Martin. Ja, Coman Scott. Wij zaten in onze studio voor de tv gekluisterd. Het was een verschrikkelijk adembenemende finish. Drie paarden waar echt een vloeitje tussen paste. Zo weinig verschil zat er tussen. Maar uiteindelijk is toch de favoriet van het spelende publiek, Coman Scott, die de koers heeft gewonnen. Familie Veenstra die is helemaal blij. Ook massaal uitgerukt zie ik. Bas gefeliciteerd. John zal John de Leeuw niet zijn als hij niet toch zijn overwinningje meepikt. Wordt gefeliciteerd door de eigenaar, mevrouw Veenstra. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, Coman Scott is een beetje druk. Ga toch even proberen met John te praten. Eerst even de foto, dat is ook belangrijk voor het thuisfront. Nou, John heeft het druk met het in ontvangst nemen van de bloemen en de groente- en fruitprijs namens de sponsoren. We gaan voorrijden, ik ga even snel naar Bas Krebas, de trainer. Bas, gefeliciteerd. Het scheelde niet veel. Hij was de favoriet van het publiek, maar hij liep toch weer een hele beste koers. Ja, zeker. Hij maakt heel goed af. Hij maakt denk meer af op pure kracht, want hij leek makkelijk te gaan winnen. Toen leek het over te zijn, maar hij ging goed door. Ja, een tevreden man. Coman Scott, dit is niet zijn eerste zege dit jaar volgens mij op Duinlicht. Dat is al een keer eerder gewonnen in het voorjaar. Ja, ik denk het wel. Ook al met John hier gewonnen van het jaar. Nee, en hij wint eigenlijk op Alkmaar en hier. Best waard, hebben we nu 24 keer geloof ik, uit de dik 80 starts, super. Ja, dit was in de voorbeschouwing had hij 3 keer gewonnen in 5 starts, dus nu 4 uit 6, dus dat is zeer goed. Vorige keer had hij volgens mij voor het eerst een dichte hoofdstel op of zoiets, toen hij won? Nee, had hij altijd, had hij al maanden. Ja, en de vorige heel veel schat en toen een tijdje niet en dit keer de laatste starts altijd weer. Oké, nou prima. Nogmaals gefeliciteerd, ook voor meneer Veenstra gefeliciteerd. En hij komt nog een keer aan u voorbij, dames en heren. De winnaar, Coman Scott, John de Leeuw. U kan nog een keer applaudisseren. Paarden draaien weer in. Maken de volte. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers van vandaag. En we hebben aan de buitenzijde Aurel Derebus. Die zich ook al in het front mengt. En de leiding niet krijgt. Want als er een zwageman in de koers zit, dan kun je ervan uitgaan dat een zwageman ook de kop grijpt. En in dit geval is het Andrea. En inderdaad, Frans van der Blonk pakt pole position. Gaat een lengtevoorsprong nemen op Bizar Zandbergen. Aurel Derebus aan de buitenzijde. Daarachter volgt dan Tja Tja Tja, gevolgd door Valentijn V. Met verderweg in het veld Coman Scott. Daarachter Brazil Elegant, Surtegi. En laatste is Vartaba. En in die volgorde draaien de paarden dan de Klingendaalbocht in op weg naar de overzijde van de baan. Andrea Zwageman heeft het veld op sleeptouw. Andrea Zwageman, lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is het Aurel Derebus. En daarachter Bizar Zandberg in derde positie. Valentijn V ligt in vierde stelling dan Tja Tja Tja. En die wordt gevolgd door Coman Scott. En zo gaan de paarden dan over de zandafscheiding. Dat doen ze allemaal goed en allemaal in de draf eroverheen. Aan de staart van het veld ligt nog altijd Vartaba. Zurt is hier voorlaatste. En tweede laatste is Brazil Elegance. Uitgeschakeld nummer 4 galop. Vartaba maakt een galopade en wordt uitgeschakeld als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. Al langs het laantje van Jochems komen en het nog altijd Andrea Zwageman is die leidt. Andrea Zwageman voor Bizar Zandbergen. Aan de buitenzijde daarvan volgt dan Aurel Derebus met Tja 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 dicht daarbij. Zo gaan de paarden dan richting de laatste bocht. Daarachter is het dan Coman Scott en die wordt dan gevolgd door
niemand minder dan Sir Tizzy. En daarvoor ligt nog Brazil Elegance. En de laatste bocht is nu ingedraaid door Andreas Wagerman. Andreas Wagerman met een kleine lengte voorsprong. Oral Derebus ligt in de wachtkamer. Daarachter op de derde plaats Bizar Zandbergen. Die ligt aan de reling. En zo komen de paarden dan halverwege de laatste bocht. Command Scott die is bezig plaatsen goed te maken. Als de paarden de bocht doorkomen en op weg komen naar de laatste rechte lijn. En ook Valentine V. Die bevindt zich aan de buitenzijde. Die heeft mogelijk nog wat in de melk te brokkelen. In deze lange laatste rechte lijn van 600 meter. Om deze koersdag mee te besluiten. Andreas Wagerman heeft het nog altijd ervoor de sprong. Op de tweede plaats Aurel Derebus. Aurel Derebus die opent de aanval. Gaat trachten de leiding over te nemen. Daar komt Valentine V. aan de buitenzijde. We zijn 400 meter verwijderd van de finish. En het is Aurel Derebus die leidt. Aurel Derebus, 13 jaar oud hier. De ouderdomsdeken van het gezelschap. Valentine V. die gaat proberen de aanval te openen. Nu komt de daglicht voor Rob van Toor en Bizar Zandbergen. Die sprint naar voren. Neemt de leiding over. Bizar Zandbergen. Aurel Derebus moet lossen. Valentine V. dichterbij aan de buitenzijde. Komt Command Scott naar voren. Helemaal aan de buitenzijde. Brazil Elegance. Het is Command Scott die de leiding overneemt in de schaduw van de finish. Command Scott voor Bizar Zandbergen. En aan de buitenkant Brazil Elegance. Too close to call. De rechter heeft het laatste.